Dank voorzitter voor de gelegenheid om het schoolboekrapport van Cultuur onder vuur op dit congres te mogen presenteren. U kunt een exemplaar van het rapport in de pauze bemachtigen. En dank ook uw donateurs van Cultuur onder vuur die met velen in de zaal hier aanwezig zijn die het financieel mogelijk hebben gemaakt. Ik heb maar een kwartier, dus ik zal snel ter zake komen. Bij de presentatie van het rapport ligt het voor de hand te benadrukken wat bij het onderzoek het meest is opgevallen. Maar eerst moet ik zeggen dat we lang niet alle materiaal dat we gevonden hebben ook hebben gebruikt. We hebben ons om reden van doelmatigheid beperkt tot de wijze waarop de thema's klimaat en islam in schoolboeken worden behandeld. Maar je zou zo een nieuw rapport kunnen schrijven over bijvoorbeeld het multiculturalisme in schoolboeken. Ot en Sien zijn daar, om zo te zeggen, al lang vervangen door Mohammed en Fatima. Maar het beperkt zich helaas niet tot het nodeloze gebruik van allochtone namen. Tijdens ons onderzoek kwam een leraar Duits op bezoek op ons kantoor met een veelgebruikte schoolboekenreeks. Deze docent staat als het ware te popelen om zijn leerlingen in te wijden in de schatkamers van de Duitse cultuur, in Goethe en Schiller. Maar hij moet, als hij zich tenminste aan het schoolboek houdt, bezighouden met graffiti in de Berlijnse S-baan. Als waren dat de opperste uitingen van Duitse cultuur. In de leeslesjes worden enerzijds de zegeningen van de o zo kleurrijke multiculturele samenleving bezongen, maar anderzijds ook de problemen van migranten in de Bundesrepubliek tot thema gemaakt. Zij bedoelen het zo goed. Ze hebben het zo zwaar. Ze slaan zich er dapper door. Maar ja, discriminatie steekt steeds weer de kop op. Dus geen wonder dat ze toch steeds weer in de uitkering blijven hangen. Ook het klimaatprobleem, of vermeende klimaatprobleem, komt regelmatig dus in een taalboek, het gaat helemaal niet over dat soort onderwerpen, om de hoek kijken. Het is de ene keer subtieler dan de andere keer, maar de doorgaande rode lijn is altijd weer het culpabiliseren. Het in de beklaagde bank zetten van alles wat traditioneel is. De traditionele samenleving en cultuur. En indirect zo dus ook de autochtone bevolking als de draagster van die cultuur. Nu het rapport zelf. Je kunt schoolboeken vanuit... Wacht, ik ga het even overslaan. In de loop van het onderzoek hebben we besloten ons te concentreren dus op twee thema's. Islam, klimaat. Dat lijkt op het eerste gezicht geheel van elkaar los te staan, maar dat is niet zo. Beide thema's passen in dezelfde agenda. Het aanpraten van een cultureel schuldgevoel aan inheemse, autochtone Nederlandse kinderen. Hen ervan overtuigen dat hun traditie niet deugt. Dat ze anderen voor moeten laten gaan in hun eigen land. Voorts dat hun welgestelde manier van leven het gevolg is van uitbuiting van anderen en van de aarde, zodat draconische maatregelen nodig zijn om dat recht te zetten. Dat zij niet kunnen doorgaan zo te leven zoals er altijd al geleefd is. Dat zij, kinderen, zich niet zullen kunnen veroorloven te zijn zoals ze zijn. De overtuiging dat onze traditionele cultuur niet deugt, daar gaat het om. Daar is het allemaal om begonnen en dat is natuurlijk altijd al de brandstof van de linkse agenda geweest. Voor je revolutie kunt maken, moet je eerst brede bevolkingslagen ervan overtuigen dat de huidige situatie onhoudbaar is. En dat het algemeen belang alleen door een onmiddellijke en radicale maatregel kan worden veiliggesteld. En het is logisch daarvoor te beginnen bij het onderwijs aan kinderen. Op de eerste plaats omdat die de toekomst hebben. Op de tweede plaats, omdat die geneigd zijn om wat volwassenen in autoriteitsposities en voorhouden in goed vertrouwen aan te nemen. En op de derde plaats, omdat kinderen onbeschreven bladen zijn die door gebrek aan levenservaring leugens moeilijk kunnen doorzien. Ons schoolboekenrapport bestaat uit 5 hoofdstukken, waarvan het eerste een historisch overzicht is hoe het onderwijs zo links geworden is als het is. Enige woorden daarover. Al in 1971 gaf een Duitse pedagoog een gastcollege aan de Universiteit van Amsterdam, waarin hij waarschuwde voor de sluipende opmars van neomarxistische indoctrinatie in het onderwijs, in schoolboeken ook. En hij werkte dat Amsterdamse college later uit op een compleet boekwerk, Die Pedagogiek der Neuen Linken. Dit boek is nog steeds van belang als een tijdsdocument van een klokkenluider
die doorbraak van het cultuurmarxisme in het onderwijs signaleert. Professor Wolfgang Brzezinka, hij leeft nog steeds, hij is nu over de 90, bezigt de term cultuurmarxisme niet, die in de jaren trouwens wel voor het eerst opkomt, maar dan als een linkse term, maar hij heeft het wel over de culturele hegemonie die het denken van de Frankfurter Schule op dat moment over de sociale wetenschappen en met name de pedagogische en in het onderwijs aan het krijgen is. Voor wie Frankfurter Schule geen vertrouwd begrip is, het was een verzameling extreem linkse intellectuelen die na de oorlog buitengewone academische invloed verwierf. Zij wierpen zich na de Tweede Wereldoorlog op als de heropvoeders van Duitsland en kregen daar ook ruimschoots de gelegenheid voor. Brzezinka is zeer raak in zijn analyse. Het neomarxisme dat hij in het Westen signaleert is iets anders, benadrukt hij, dan de staatsideologie die op dat moment bij de oosterburen van de DDR vigeert. Ook al komt het nieuw links, dat zich op dat moment aan het manifesteren is in de westerse sociaaldemocratie, uiteraard uit precies hetzelfde klassieke marxisme voort, het heeft wel een andere gedaante aangenomen. Hij geeft in zijn boek direct ook al handreikingen hoe het cultuurmarxisme in het onderwijs bestreden zal moeten gaan worden. Let wel, in 1971 dus. Ik hecht er nog even aan te onderstrepen dat professor Brzezinka niet zomaar iemand is, maar een onbetwiste grootheid in zijn vak. Zijn betoog zou trouwens door andere Duitse sociale wetenschappers van naam, zoals de sociologen Helmut Schöck en Helmut Schelsky, herhaald worden. Nu wat betreft de inhoud van het rapport, Klimaat en Islam. Aangezien het klimaatprobleem vandaag in een aparte lezing behandeld wordt door een expert, zal ik mij hier beperken tot een presentatie van de wijze waarop de islam in schoolboeken wordt gepresenteerd. Basisschoolleerlingen van groep 6 krijgen geschiedenisles. Voor hen ligt een boekje. Wat leren ze? Ze beginnen zoals zoveel generaties Nederlandse schoolkinderen begonnen zijn. Met hunnebedbouwers, Grieken en Romeinen, Germanen die in Wodan en Thor geloofden enzovoorts. Dan Karel de Grote, die geloofde in God, kleine letter, en zijn zoon Jezus. En die wilde dat heel zijn rijk dat deed. We komen in het jaar 800. Thema Vikingen en Arabieren. Citaat: de Vikingen kwamen uit het noorden, in dezelfde tijd kwamen de islamieten uit het zuiden. De Vikingen waren woestelingen, nog in 1007 vielen ze Utrecht en Tiel aan. Maar dan de Arabieren. Net als de Vikingen, citaat, bezochten de Arabieren vele vreemde landen. Daar dreven ze handel. Ze kwamen met hun snelle bootjes tot in het land van de Franken. Bij mij weten ze nooit, zijn nooit Arabische sporen gevonden hier, maar goed. Ze verzochten er kruiden, ze kochten er kruiden, stoffen en vruchten. Die waren hier toen nog onbekend. En daar bleef het niet bij. Deze handeldrijvende Arabieren brachten veel nieuwe kennis, beweert het boek, naar Europa, zoals eenvoudige cijfers. Wij gebruiken die cijfers nu nog. Ook leerden de Arabieren de mensen in Europa veel over sterren en ziekten. Vervolgens nodigt het boek schoolkinderen uit om op het plaatje een Arabier, en dan zie je een vreedzame oosterling met tulband, die zo staat, te vergelijken met een tot de tanden bewapende Viking. En de vraag is dan, vind je dat ze veel op elkaar lijken? En zo wordt bij kinderen het tweepsieke idee gevestigd van beschaafde en beschavende Arabieren die hier handel kwamen drijven, waarbij ze gul hun kennis kwamen delen met onze primitieve voorouders. Die konden zich niet met hen meten. Citaat: toen de bewoners van ons land nog in dorpen of op paltsen woonden, was Bagdad al een grote stad. Met meer dan 1000 moskeeën en 1000 badhuizen. Er was zelfs straatverlichting. Mensen die uit Europa kwamen, keken hun ogen uit. Kinderen die dit leren, die zullen niet snel op het idee komen dat in werkelijkheid het de Arabieren waren die Europa op vele fronten aanvielen. En niet andersom. Die daar bovendien eeuwenlang mee doorgingen. Ook toen de Vikingen al lang van het toneel verdwenen waren. Dat na vele mislukte Arabische pogingen, tenslotte de islamitische Turken erin slaagden Constantinopel, een christelijke wereldstad en een centrum van geleerdheid, te veroveren. Terwijl hun Arabische Berberse geloofsgenoten een groot deel van Spanje eeuwenlang bezet hielden en de plaatselijke bevolking islamiseerden
en of krachtig onderdrukte. Het zijn niet alleen de projecties van het westerse schuldgevoel die schoolboeken de islam zo vriendelijk gezind maken. Het is ook de invloed van de islam zelf, die via immigratie steeds sterker in westerse landen vertegenwoordigd is. De Weense lerares Susanne Wiesinger spreekt daarover in haar gelijknamige boek van een cultuurkampf im Klassenzimmer. De Amerikaanse islamoloog Robert Spencer noemt islampropaganda via indoctrinatie op school zelfs stille jihad, stealth jihad. Hij laat dat zien met een overvloed aan concrete voorbeelden in zijn gelijknamige boek Stealth Jihad. Citaat: van alle strijdtonelen waarop de stiekeme jihad voortgang boekt, is een van de meest cruciale die van onze scholen, waar stille jihadisten een gastvrije omgeving hebben gevonden onder docenten die diep met het credo van het multiculturalisme zijn doordrenkt. Hij wijst er ook op hoe islampropaganda en linkse indoctrinatie hand in hand gaan. Zelfs het waren twee tandwielen die in elkaar grijpen. Ze zijn natuurlijke bondgenoten tegen de traditionele christelijke beschaving van het Westen. Samen zorgen zij ervoor dat aan onderwijzende tolerantie wordt opgedrongen als een onderwijsopdracht die hun, citaat, het vermogen ontneemt om niet-westerse culturen kritisch te beoordelen. En dat maakt docenten verhoogd vatbaar voor de listen en lagen van de stiekeme jihad. In de Verenigde Staten heb je de Council on Islamic Education, die in de praktijk werkt als een censor op schoolboeken. Maar in Europa is dat de grote invloed die de Organisatie voor Islamitische Samenwerking sinds de olieboycott van 1973 op het beleid van de Europese Unie uitoefent. Om tegemoet te komen aan de eisen van de islamitische wereld en om de islamitische immigratie naar Europa te vergemakkelijken, ontwikkelde de toenmalige Europese Economische Gemeenschap, de EEG, een Euro-Arabische dialoog, die weldra ondersteund werd door een secretariaat van meer dan 350 man. In het kader van die dialoog werd een waaier aan nieuwe concepten ontwikkeld, zoals diversiteit, multiculturalisme, positieve discriminatie, non-integratie, toenaderingsprocessen in onderwijs en cultuur, in de verhoudingen van Europa tot hun eigen cultuur, tot hun identiteit, enzovoort. Soms komt de dialoog gewoon weg neer op het faciliteren van een islamitische monoloog tegen de westerse cultuur. Zo mocht de Jordaanse schrijver Ali Issa Othman op een Euro-Arabische bijeenkomst van de Raad van Europa zeggen, zonder tegenspraak: de wereld zal niet eerder vrij zijn dan wanneer de westerse cultuur zich bevrijd zal hebben van de joods-christelijke erfenis. Vroeg of laat moet men een eind maken aan de historische wapenstilstand met de joods-christelijke traditie. De islam zal dan opnieuw een middel tot bevrijding worden. Men zat er gewoon bij en niemand zei wat. Goed, ik moet een heel stuk overslaan, merk ik. Wat ik jammer vind. Ik kom toen dus aan mijn afronding. De grote Franse historicus Alain Besançon, die zoals bijna alle Franse intellectuelen van zijn generatie ooit marxist was, maar later katholiek geworden is, heeft een boek geschreven dat Trois Tentations de l'Église heet. De drie verleidingen voor kerk en christendom, maar je mag het best breder trekken voor heel onze cultuur. Naar verluidt liggen zijn boeken op het nachtkastje van Benedictus XVI. Wat zegt Besançon? De eerste verleiding voor de kerk was de verleiding om over te hellen naar de antidemocratie. Naar het totalitarisme van nazisme en communisme. Nou, dat heeft het overleefd. Maar de tweede verleiding is nog veel gevaarlijker, anders Besançon, namelijk om over te hellen naar de democratie. Een dogmatische instelling als de katholieke kerk gaat het moeilijk krijgen een staatsbestel dat toenemend geneigd is om waarheid te definiëren als de mening van de helft plus één. Er zal een enorme druk ontstaan, ook van binnenuit de kerk, om zich aan de wereld aan te passen. En we zien dat op dit moment in Rome met de Amazone-synode, waarover hertog Paul gesproken heeft, voor onze ogen gebeuren. Dat waren dus de eerste twee verleidingen, antidemocratie en democratie. Wat is nu de derde
grootste en gevaarlijkste verleiding, niet alleen voor de kerk, maar voor heel onze samenleving, dat is de islam. Volgens mij staan ons er op dit fenomeen voor ons moeilijk vat te krijgen, omdat er zoveel bedriegelijke parallellen met onze eigen godsdienst in zitten. In navolging van de grote Russische filosoof Vladimir Salavjov wijst Besançon erop dat de islam zijn spectaculaire overmeestering van het Midden-Oosten in de 7e eeuw te danken heeft aan massabekeringen vanuit het verwaarderde en ketterse christendom in die gebieden. In 5 jaar tijd verdwenen 3 van de 5 patriarchaten. Het traditionele christendom bestond oorspronkelijk uit 5 patriarchaten en 3 daarvan verdwenen in 5 jaar tijd onder de islam. Geeft dat in dat licht de opkomst van de islam in Europa niet te denken, vraagt Besançon zich af. Gaan we hier dus massabekeringen naar de islam krijgen? Ik durf het nauwelijks naar voren te brengen, schrijft Besançon, zo absurd en onwaarschijnlijk lijkt het. Maar toch. Als we iets hopen te bereiken met het schoolboekenrapport van Cultuur onder Vuur, dan is het dat we hebben laten zien dat vrijwel geen enkel schoolboek in Nederland dat het over de islam heeft, daar de nuchtere waarheid over vertelt, maar in plaats daarvan meedoet aan het prolongeren van de multiculturele mythe dat het een godsdienst van vrede en vraagzaamheid zou zijn, of alleen dat zou zijn. Vaak ook nog op een manier alsof het daar gunstig mee afsteekt tegen het christendom. Hoe is deze zelfmisleiding te verklaren? Dario Fernandez Moreira, een onderzoeker die ik veel heb geraadpleegd, wijst erop dat deze visie vanuit linkse ideologie een dubbel voordeel oplevert. Je kunt er namelijk allereerst het multiculturalisme zelf mee promoten, dat nu eenmaal graag migranten uit islamitische landen binnenhaalt. Vervolgens kun je met de mythe van de vreedzame islam ook nog het christendom afkatten. En dat christendom is toch, aldus deze onderzoeker, een van de grondslagen van de westerse beschaving. En hij voegt er dan aan toe: blijkbaar werkt het zo. In de geesten van wie de westerse cultuur intens haatte, maar die na de val van het communisme zonder helder alternatief zijn komen te zitten, grijpen daarom maar naar de islam, zoals een drenkeling zich vastgrijpt aan alles wat drijft. Ik dank u voor uw aandacht.